We zitten in de blessuretijd en worden het penalties of is het heel slecht nieuws. Ja, en dan gaan we naar Vitesse. Vitesse heeft opnieuw uitstel gekregen van de KNVB. De Arnhemse club moet nu op 31 juli een plan indienen. Naar aanleiding daarvan wordt beslist of Vitesse een licentie krijgt. Ondertussen bereiden de spelers zich vandaag toch maar weer gewoon voor op een nieuw seizoen. Vitesse wint een oefenwedstrijd tegen tweede divisionist GVVV met 3-2. De vraag is of de club ook echt aan de competitie mag beginnen op 9 augustus. We zitten in de blessuretijd en worden het penalties of is het heel slecht nieuws. Natuurlijk ook al helemaal voor de supporters, want ik denk dat iedereen die meeleeft met de club nou toch wel in een hele onzekere situatie zit. En ik denk dat dat toch ook wel invloed heeft op ieder. De voorbereiding gaat ondertussen gewoon door. En de selectie is nog lang niet op peil, want er is geen geld om versterkingen te halen. De situatie zoals die is, wat spelersgroep betreft, nou, dat zie je, die lopen hier op het veld. Natuurlijk zijn er wat stagejongens, daar moeten we een keuze maken, beslissingen nemen. Maar vervolgens gaan we ook door. Het is een hele vreemde, onwerkelijke tijd en ook voor ons allemaal. Maar ik heb er vertrouwen in dat het allemaal goed komt.